Ja, Steve, dat was een heet avondje NAC. Ja, het zijn de mooiste wedstrijden om te mogen voetballen. En ik denk dat iedereen vandaag er alles aan gedaan heeft om resultaat te halen. En dan gebeuren er af en toe wat rare dingen. Ja, noem eens wat, want twee rode kaarten. Na de tweede keer een gele kaart voor jou en voor je collega. Wat gebeurde er allemaal? Ja, goed. Laat ik maar rustig blijven. Ik moet daar niet doorlopen van de andere kant. Ja, als je ziet, alles in de witshirt kreeg ik vandaag wel heel makkelijk geel. Ja goed, kan ook niet anders. Ik ben tegenwoordig de vader hadden kunnen zijn van arbitrage. Maar goed, het gebeurt. Wat mij meer in de weg zit is het feit dat zij een corner krijgen wat een zuiver achterbal is. En dat daaruit gescoord wordt. En nogmaals, ja, die rode kaart of die gele kaarten zijn misschien niet allemaal even slim. Maar ik vind wel dat het allemaal één kant op viel vandaag. Een hele jonge scheidsrechter vandaag, 24 jaar oud geloof ik. Ja, hij was niet echt doeltreffend, hè, zijn optreden. Nee, ja goed. Laten we zo zeggen, avondje NAC gebeuren af en toe gekke dingen. Nou, dat hebben we vandaag kunnen beleven. Ik heb in ieder geval wel genoten van het RKC dat ik vandaag gezien heb. En als we dit laatste wedstrijd ook zo laten zien, ja, dan komen de punten, moeten de punten gewoon komen. 1-1, uit bij NAC. Ja, vooraf teken je daarvoor, denk ik. Ja, nou ja, eigenlijk niet. We hebben ze twee keer eerder gehad en we hebben twee keer 1-0 gewonnen. En ook in deze wedstrijd had ik het gevoel dat er meer in zat. Want ondanks dat zij waarschijnlijk meer de bal hadden, ja, denk ik toch dat zeker op het einde van de eerste helft de beste kansen voor ons waren. En ik denk dat we heel weinig hebben weggegeven tot het moment dat we inderdaad met 9 man kwamen te staan. Toen kregen zij nog 2 kansen. Waarbij Tometi Williams ons toch echt in de wedstrijd houdt. De tactiek van de RKC die klopt, hè? 5 mannen achterin, lekker verdedigende muren opgetrokken en dat werkte en een beetje counteren. Ja, goed, je kan het verdedigend noemen van de andere kant. Als Michael... Nou, aanvallend kan ik het niet noemen. Nee, maar ja goed, we speelden gewoon compact en als Michael Verkoelen... Dat deed je ook uitsteken. Ja, als Michael Verkoelen 4 meter doorschuift zoals je in de tweede helft deed, dan sta je gewoon in 4-3-3 met Langendijk en Sano op de vleugels. Dus ja, plak er een plaatje op zoals je wil. Uiteindelijk denk ik dat wij gewoon trots kunnen zijn op het resultaat dat wij hier vandaag behaald hebben. Alleen ik had er graag 3 gehad. 3 punten in plaats van 1. Het is ook geen schande hoor, hoe RKC hier voor de dag kwam. Helemaal niet zelfs, maar volop de aanval gingen jullie natuurlijk niet. Nee. Maar ja goed, ik denk ook niet dat aan ons is om hier het spel te maken. Kijk, we willen graag voetballen en bij momenten hebben we dat ook gedaan. Alleen ja, je moet ook oppassen met de kwaliteiten die zij hebben op middenveld en voorin. Ja, dan moet je ook geen open huis achterin houden. Bijna van die laatste plaats af, hè? Ja, maar dat hebben we vaker gezegd. Het wordt tijd dat we nu ook daadwerkelijk ervan af gaan komen. Maar dat kan gebeuren, want maandag spelen jullie tegen FC Os, jullie directe concurrenten om die laatste plaats. Volgens mij is het verschil nog maar 1 puntje. Ja, ik weet niet wat de resultaten van vandaag zijn. Dus als jij dat zegt, dan geloof ik jou daarin. Ja, ik denk dat het een mooi moment is om eroverheen te wippen. Maar RKC, jij ziet wel een stijgende lijn, denk ik. Ja? Als we vooral, ja, het is een beetje scorebordjournalistiek, maar naar de resultaten kijken van de laatste tijd. Ja, maar ik vind dat wij na de winterstop... Maar jullie spelen toch wel wat meer verdedigend dan jullie eerder deden? Verdedigend dat wil ik niet per se noemen, omdat we gewoon compacter dan vooruit. Ja. Maar we maken gebruik van de spelers die we hebben, de kwaliteit. En als je ziet dat Langendijk en Sano voorin veel snelheid hebben, ja, dan moet je ze ook de ruimte geven. En Pieter rendeert fantastisch tot nu toe, Sano doet het ook gewoon goed. Dus ja, we kijken gewoon naar de kwaliteiten die we hebben. En ik vind dat wij na de winterstop echt met een heel goed proces bezig zijn. En het seizoen is alleen niet meer zo lang, dus we moeten nou ook punten gaan oogsten.